Welkom bij 42 Actueel. Met deze week de volgende onderwerpen. In geval van nood telt elke seconde. Sinds vorige week is er aan het Meulenpad in Wagenberg een ambulancepost geopend. Veel mensen hebben hier hard voor gestreden. Men noemt het een satellietpost. Van 8 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags zal de ambulancepost bemand zijn. De grote winst is voor de inwoners van onze gemeente, omdat er nu aanzienlijk kortere aanrijdtijden kunnen worden gerealiseerd. Erfgoedvereniging Heerlijkheid Hoge en Lage Zwaluwe brengt ieder jaar een themaboekje uit. Dit jaar is het thema boerderijen. Op 26 november vertelde Leen ten Haaf in restaurant Onze Kerk in Hoge Zwaluwe alles over de 176 boerderijen die er vroeger in de beide Zwaluwen waren. Aan de hand van foto's met een stukje tekst werd de vaak bewogen geschiedenis van de verdwenen boerderijen en de mensen die ze bewoonden weergegeven. Het publiek genoot van zijn verhaal. Het boekje wordt via de website verspreid onder de leden van de erfgoedvereniging. Losse nummers zijn te bestellen via de website of telefonisch zolang de voorraad strekt. Om de ontwikkeling van het dorpshart Made met de daarbij behorende herinrichting van de openbare ruimte mogelijk te maken, is verplanting en kap van bomen noodzakelijk. De grote lindenboom, die is geschonken door het bijenhoudersgilde Sint Ambrosius, krijgt een nieuwe prominente plaats in het Gaaimansplantsoen. Een groot aantal bomen in het plantsoen is in het verleden aangeplant als aandenken van gedecoreerden. De gemeente hecht veel waarde aan het behoud van deze bomen. 20 bomen die in goede conditie verkeren krijgen een nieuwe plaats in de Linjestraat en Leeuwerikstraat in Made. Ook wordt herplant in de Brandenstraat in Wagenberg en de Turfsteker in Terheide. 11 bomen zijn niet geschikt om te verplanten en worden gekapt. De borden met de namen van de gedecoreerden worden tijdelijk opgeslagen en zullen op een later moment mogelijk in een andere vorm worden teruggeplaatst. Op zaterdag 3 december konden veel leden van plaatselijke verenigingen in de Amerhal sportartikelen ophalen die ze bij elkaar hebben gespaard. Denk hierbij aan tassen, hoodies, bidons, badslippers, tassen en jassen. Het bijzondere is dat op de artikelen ook de naam van de gebruiker staat. Makkelijk, want dan kun je je eigen spullen altijd herkennen. Veel plaatselijke verenigingen hebben dankbaar gebruik gemaakt van deze actie die georganiseerd was door een plaatselijke supermarkt. Er zijn weer wat meer oplaadstations voor elektrisch aangedreven auto's in onze gemeente gerealiseerd. Er zijn 5 parkeerlocaties toegevoegd aan de bestaande oplaadplaatsen. En wel op de volgende locaties. Nabij Zilverberg 11, 21 en 23 en nabij Rendout 10 en 22 in Made. Er worden per laadpaal 2 parkeerplaatsen gereserveerd. In het begin wordt er 1 parkeervak ingericht. Bij veel mensen met dementie blijft de muzikale hersenfunctie lang intact. In de praktijk hoor je met name dat welbevinden en kwaliteit van leven verbeteren. Mensen worden rustiger en zijn meer ontspannen. Hierdoor is het ook makkelijker om andere dingen, zoals korte gesprekken, te ondernemen met de mensen met dementie. Wat muziek kan betekenen voor mensen met dementie en hun naasten? Kunt u samen met Marijke de Graaf en Gabrielle van den Elshout bespreken en ervaren. Beiden zijn muziektherapeut. Het effect van muziek kan zeer verrassend zijn. Het belooft een gezellige bijeenkomst te worden met muziek, een hapje en een drankje. U bent van harte welkom op dinsdag 20 december om 19:30 in de kapelzaal van seniorenpartner De Wijngaard, Cyclaamstraat 2A te Made. De avond eindigt rond 9:30. De entree is gratis en de koffie staat voor u klaar. Een aantal verenigingen heeft met succes meegedaan aan de grote clubactie. In totaal haalden ze binnen onze gemeente een bedrag op van ruim 20.000 euro. 80% hiervan gaat direct de clubkas in. Hiermee is wel duidelijk geworden dat de inwoners van de gemeente Drimmelen de verenigingen een warm hart toedragen. Prachtig dat mensen ook in deze tijd bereid zijn
om hun clubje te steunen. Het is een geweldig gebaar naar het verenigingsleven en al hun vrijwilligers. Onze gemeenteraad heeft op 17 november besloten om 1 miljoen euro toe te voegen aan het budget voor de leningen duurzaam wonen. De regeling bestaat uit 3 programma's. De starterslening, de duurzaamheidslening en de blijverslening. De starterslening kan net dat beetje extra betekenen dat nodig is om de koop van een eerste woning rond te krijgen. De duurzaamheidslening maakt het eenvoudiger voor huiseigenaren om de verduurzaming van hun woning te kunnen betalen. Tot slot is er de blijverslening. Deze is bedoeld ervoor te zorgen dat ouderen langer in hun eigen woning kunnen blijven wonen. Denk daarbij aan het plaatsen van een inloopdouche of technische snufjes om de verlichting en gordijnen in huis te regelen. De naam lening zegt het al. Het is geen gift of subsidie, maar moet binnen een afgesproken termijn worden terugbetaald. Het extra budget zorgt er wel voor dat de gemeente het stijgend aantal aanvragen kan blijven toekennen. Dit was alweer 42 Actueel. Na deze uitzending staat een aantal andere leuke onderwerpen voor u klaar. Volgt u ons ook op de social media van Omroep Drimmelen? We zien u graag weer volgende week.